De Eerste Kamer der Staten-Generaal kan wel een beetje extra pit gebruiken. De gemiddelde leeftijd is 61 jaar en het heeft 193 jaar geduurd voordat er voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een lid van de Eerste Kamer moeder werd. Op dit moment zijn maar 26 van de 75 leden vrouw. Wat wil een vrouw van 29 in de Eerste Kamer? Revolutie. Elk jaar behandelt de Eerste Kamer meer dan 1000 wetten en maar een handjevol haalt het niet. Een voorbeeld van zo'n wet die het niet haalde is de wet om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden, een initiatief van de Partij voor de Dieren. Hoewel 80% van de Tweede Kamerleden voor de wet stemde, stemde een meerderheid in de Eerste Kamer ertegen. D66 zegt dat het voor een dier niet uit mag maken welk geloof zijn slachter heeft. En toch wierpen partijen als D66, PvdA en een deel van GroenLinks zich op als belangenbehartigers van dit achterhaalde ritueel. Dat moet anders. Ik wil zorgen voor een fris geluid in de Eerste Kamer. Dat kan gaan lukken. Ik sta op nummer 2 van de kandidatenlijst. Daarom is het belangrijk dat de Partij voor de Dieren genoeg stemmen krijgt bij de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Geef jouw stem aan de Partij voor de Dieren. Een planeetbreed programma en een fris geluid in de Eerste Kamer. Hou vast aan je idealen.